Yo mensen, toch weer kijken naar deze video. Mijn naam is Wesley van FIFABOY1999. Met vandaag weer de nieuwe Arnold Slot Final Career Mode. Vandaag gaan we twee wedstrijden spelen. Twee keer tegen PSV in de topper. <coughs> Sorry. Eén keer in de Eredivisie en één keer in de KVB-beker. <coughs> Om nou, we hopen dat die allebei de wedstrijden goed gaan afsluiten. Vandaag we van dan de topper in gaan we één spel de debuut laten maken. Het is uh, Mancini, de Italiaan, 69 algemeen. Hij gaat nu zijn officiële debuut maken voor Feyenoord in deze topper. Florano gaat ook spelen, Pinas gaat spelen. Even kijken, Viena dus krijgt krijgt normaal rust. Kadari gaat erin staan. En uh, Aschraf staat ook nog in, uh, in de wissel. Ik noem hem gewoon bij zijn voornaam nu wel een stuk makkelijker. En we gaan nu kijken wat dus deze wedstrijd gaat worden voor Feyenoord. Feyenoord tegen PSV. PSV Feyenoord eigenlijk speelt het namelijk in het Philipsstadion. En hier zien we de opkomst van de spelers van PSV en de spelers van Feyenoord. En wat gaat deze toppen worden? Trouwens, deze aflevering hebben we ook een klein eh, ja, foutje. Want eh, de, 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 van de wedstrijd eh, in de beker is de ene deel van het eerste helft niet opgenomen. Dus die is in één deel wel. En dan de andere deel. Van het eerste helft weer niet, maar dat zie je zo meteen wel wat ik bedoel. Maar wel deze wedstrijd helemaal en dan gaan we kijken of we deze wedstrijd goed kunnen gaan afsluiten. Dus de toprenerende divisie. Met een debutant dus uh, aan de kant van Feyenoord. En ook een paar aanpassingen. Spelers die rust krijgen. En dan gaan we kijken naar uh, de wedstrijd. Dan gaan we naar de wedstrijd, ja ook, maar ook naar de opstelling. Dit is de opstelling van PSV. De elf zoals we het kennen eigenlijk van PSV, zijn Havi Malen voorin, Dumfries achterin, Boumcartoff 4G van Max, Rosario, op het midden van Sangade, Yataren en Gutsen. Dus het gevaarlijke elf van PSV, dat sowieso, daar moeten we voorpassen. Nu de elf van Feyenoord, het doel Justin Bieder. We hebben Floranes, Pina Senesi, Malatia, Torsta, Agustil, eh, Man, Mancini, de debutant. En dan Martin Jurgensen en Sinisterre, dat zijn de spelers van Feyenoord. We gaan kijken wat deze wedstrijd gaat worden voor de ploeg het Rotterdam-Zuid. Sangare, PSV is voor het eerst gevaarlijk. Malen, Malen, Zahavi, Malen. Wordt dan de bal gezet door Senesi. Dan nog steeds uh, Malen. Malen krijgt de bal, bal voor. Dat lijkt er wel op Senesi daar toch nog goed gedaan. Over hier, voor uh, Massini. Julian Martens. Hij komt daar goed langs. Julian Martens, is op de snelheid. Dat is de man die natuurlijk in vorm is, bij Feyenoord. Julian Martens gaat erop. Ja, <coughs> sorry, naar de 1-0. Hij kapt weg. Komt de bal bij de debutant terecht. Maar die kan de bal niet goed gaan schieten. Toorn staat er nog. Julian Martens. Hier de bal voor Jurgensen. Martens staat nu. Martens! En de bal net naastgeschoten door Julian Martens. Had de 1-0 kunnen, misschien zelfs wel moeten zijn voor Feyenoord. Maar hij krijgt er nu niet in. Rakelings naastgeschoten door... Ah, Rakelings niet echt. Toch wel een uh, halve meter naast. En dus is het uh, de doeltrap voor PSV. Oenderstel met de doeltrap. Gaat hier richting uh, Iataren. Rosario. Bal zit dus nu weer voor PSV. Zahavi. Malen. Malen. Die wordt bijna door de, Van de Bal gezet. Lukt niet uiteindelijk door uh, Pinas. Dan de bal onderschept door Malatia uiteindelijk. Voor de handen. voeten van Malen. Nu de bal voor Senesi. En Thorstad los het daarop. Iets te zachte paas van Jens Thorstad. Niet goed op Julian Martens. Nu weer de bal voor PSV. Gutsen. Malen. Zahavi. Terug naar uh, Gutsen. Kan P Feyenoord de bal snel kunnen scheppen? Torensten verdedigt daar mee. En kan de bal daar bijna weghalen. Uiteindelijk uh, wordt er naschoten op door Gutsen. Had het zomaar uh, 1 0 achterstand, ach, achterstand kunnen zijn. Nu de opbouw van Feyenoord weer met Malatia. Malatia met de voorzet. Goede voorzet. Ja, Jurgensen 1-0. Feyenoord leidt met 1-0. Goede paas. Goede assist van Malatia. En Jürgensen met de voorsprong voor Feyenoord. Uit het niets eigenlijk. Goede voorstelling van Malatia. En perfect binnengeschoten door uh, Nicolai Jurgensen. En Feyenoord leidt met 1-0. In deze toppenrennerende divisie. Nicolai Jurgensen open te scoren. De man die misschien weer in de stop vertrekt. Wie weet. De volgende aflevering zou er teken staan. En van de klassieker, Maar ook van het begin van de twaalfsperiode. periode dus de tweede helft die verzet gegaan is. Maar hier met Martens. Nou, Martens dan. Kan hij er al binnen schieten? Dat probeert hij wel. En dat doet hij ook. Julian Martens. In de eerste helft mist dus een kans. Maar hier maakt het dus echt goed. Want het begint fijn sterker in die tweede helft. En mag Julian Martens de doelpunt maken. Hij is echt op dreef. Hij doet Berghuis vergeten. Julian Martens. En PSV trapt weer af. Malen hier. Naar achteren. Viergever. Malen. Daniel Malen. Op zoek naar ruimte. Rosario. Rosario. Goede onderschepping. Wel hier weer voor uh, Massini. Debutant Jurgensen terug naar uh, Mancini. Nou, Mancini daar vanaf stand, en de van afstand uh, in de bal handen van Oenderstal. Zodat de jeugdspeler, de debutant, zich zien. Want zit is weer van Feyenoord. Guus stil. Mancini. Torsta, Mancini. Nou, Mancini nou voor de 3-0. En nee, hij wil te mooi doen met een lopje. maar hij krijgt er nog niet in. Mancini. En is hier de bal door Oenderstal weggeschoten. Komt hij aan bij een medespeler? Nee, Feyenoord bijna onderschept. Dan een Rosario. Rosario komt daar langs. Goeie paas op Iataren. Feyenoord moet nou verdedigen. Dat gebeurt niet. Zahavi. Zahavi. Senesi zit er druk. Nog steeds Zahavi. Iataren. Iataren. Rosario. Sangare. Malen. Iataren. Het is PSV die nou een beetje er wel rondtikt. Dat hij toch onderschept. Door Pinas. Nu de countermogelijkheid. Torstra. Torstra. Goeie paas. van Gitruida. Of uh, for, for Florianus bedoel ik. Hier komt wel bij Jurgensen terecht. Want dat is buiten spel. Dan komt de Oosterboel erin voor Malatia. En dan voor de voorzet. Die, le die leidt tot de 1-0. Niataren is eruit gegaan. Een grak PSV binnen de lijnen gekomen. Malen, Zahavi. Gevaarlijk nu, Zahavi. En een strafschop. Ja, harde tackle van Pinas. Bal op de stip. Gele kaart ook voor hem. En de strafschop is voor PSV. Wordt het dan de gelijkmaker of Red Bijlo de bal? Wordt het Zahavi of Bijlo? En het is wel Bijlo. Wat een zacht schotje zegt van Zahavi. Behalve de doemen van Feyenoord. En nu de opbouw misschien. Hier met Julian Martens. Die op de flank eruit kan natuurlijk. Deze paas zag alleen Florales niet aankomen. Maar heeft er wel altijd toch nog bij. Thorstein gekregen. gekregen. Toorstak naar uh, Mancini. Mancini naar Jurgensen. Terug naar Mancini. Die kan zijn eerste maken voor Feyenoord. Mancini. En hij scoort hem ook. Het is zijn eerste voor Feyenoord. Die Italiaan scoort. En Feyenoord lijkt met 3-0. En hij lijkt dus wel de beslissing te gaan maken. Zijn eerste in het shirt van Feyenoord. Mancini. En hij. Zet Feyenoord om een 3-0 voorsprong. De debutant laat zich zien. Met zijn eerste in het shirt van Feyenoord. Dus zijn eerste wedstrijd. Mooi gedaan. Mooi paser van Jurgensen. Die hem het doelpunt gunt. En je moet hem ook, je moet hem ook binnen binnenschieten. En hem lukt het. Laatste kwartier. Feyenoord is sterker dan PSV. Dat is sowieso Oosterwolde. Maar de bal in handen van Oenderstal. Laatste kwartier is ingegaan. Bij een 3-0 voorsprong van Feyenoord. Met name door de debutant Mancini. Is het een goede wedstrijd. Maar ook het doelpunt van Julian Martens. En Nicola Jurgensen, allemaal hebben ze een aandeel in deze wedstrijd. Hier de bal weer voor Julian Martens. Die mag de bal nog voorgeven. Nou, nu dan nog. En de bal overgeschoten door Sinisterra. Wissel dan nog komen. Gaat er nog een wissel komen bij Feyenoord? Ja zeker. Kortje gaat erin komen voor Toornstra. Kortje nu ook automatisch. De aanvoerder gemaakt voor de laatste tien minuten van de wedstrijd. En hij is dus de man die ook waarschijnlijk weggaat. In de winterstop bij Feyenoord. Zal dus ze zoveel misschien wel weg gaan? Toornstra gaat misschien weg. Kortje gaat misschien weg. Berghuis gaat misschien weg. Alhoewel Berghuis is geblesseerd. Er zou geen aanbod op kunnen komen. Maar goed, we gaan het zien. We gaan hem in ieder geval op de lijst zetten, Berghuis. Want ja, we hebben zijn vervanger al gevonden. Julian Martens is de onbetwiste nummer 1 daar op de rechterflank. Berghuis zag het al een beetje aankomen nadat hij geblesseerd raakte en zag dat Julian Martens het goed zou doen. Die wordt niet meer vervangen dan, zou je kunnen zeggen. Pinaas moet daar uitkijken, want hij toch al geel. Maar wordt niet bestraft. Doorspelen dus. Til raakt de bal dan kwijt. Zet dat op de druk. De bal blijft voor PSV. Gakpo, Gakpo uitkijken. Gutsen. weggehaald door de verdediging. Weer de Pinaas, goed gedaan. voor Sinisterra richting uh, Mancini. Mancini en Jurgensen die vechten het daar samen. Maar die komen er niet uit met z'n tweeën. Dumfries uiteindelijk met de bal bezit. Gutsen. Laatste minuten tikken weg. Gakpo komt daar langs. Dat is een goed spel van die jongen. Gakpo. Hier is Sangare. Sangare. Ja, ze wacht dan te lang eigenlijk. En dan zit daar uh, Floranus ertussen. En Coccio. Had al lang 1-3 kunnen zijn. Maar PSV verspeelt zelf de kans. En dan worden misschien nog de uitbraak voor de 4-0. Hier met Sinisterra. Sinisterra en Mancini. Mancini dan voor zijn tweede. Mancini zoekt naar de ruimte. Kan hem ook nog afgeven. Doet hij ook. Op Martens. En zo is het een doelpunt voor Julian Martens. En assist van Mancini. En dan zijn het de jonge gasten die het deze wedstrijd toch wel doen hoor. Mancini en Martens. M&M zou je kunnen zeggen. Ja, M&M. Allebei begint met een M in de achternaam. Mancini en Martens. De Italianen en de Nederlanden vinden elkaar tot nu toe goed. En het leidt nu ook tot een 4-0 voor Feyenoord. Rosario en dan de wedstrijd erop. De minuten zijn voorbij. Fijn win met 4-0. Natuurlijk een goed gevoel voor naar de volgende wedstrijd tegen PSV. De bekerwedstrijd. De achtste finale. Maar natuurlijk speelde ja, Mancini. Het is een hele goede wedstrijd. En sowieso een goede jonge speler. Julian Marten speelt sowieso elke wedstrijd wel goed. Voor de rest, ja, we waren er klaar voor. En nu gaan we ons gewoon focussen op de wedstrijd tegen PSV. Maar nu in de beker. Daarna de klassieke renderen Wie zit tegen Ajax voor de volgende aflevering? Mancini weet ook dat hij op een andere positie kan staan. Misschien ga ik hem ook container waar hij ook stond vandaag op uh, Centremid. Hij staat bij mij als linksmit. Maar daar gebruik ik hem niet voor, want daar hebben we hebben al genoeg spelers voor. Kadare is ook al linksmit. Dus ik wil hem eigenlijk als uh, centrale uh, verdedigende. Nee, niet centrale verdedigers. Dus aanval middenvelden neerzetten. Dus we gaan even kijken. De volgende afgelopen hoe we dat, dat gaan doen. In ieder geval is het nou dus de wedstrijd tegen PSV alweer. Maar nu dus voor de beken gaan we wat aanpassingen doen. Ja, Ashraf gaat spelen. Even kijken. Kadare gaat mee. En dan hebben we, even kijken hoor, nee niet deze. Dan gaat Demirovic weer een keer spelen. En dan staat het zo wel eigenlijk, zo ik het wel hebben. De bank staat goed. Ja, komt neem ik mee voor Martens. Martens krijgt de rust. Uh, niet Martens, niet Martens krijgt de rust. Anders, uh, niet de andere, maar maakt niet uit. In ieder geval is het dus uh, de begin van deze wedstrijd voor Feyenoord. met dus weer een paar aanpassingen. Ashraf staat in de basis. Ik noem hem gewoon bij zijn voornaam, is wel een stuk makkelijker. En hier gaan de spelers elkaar de handen schudden. We zien Gutsen, we zien Zahavi, Malen. Eigenlijk dezelfde namen die we kennen dan de, 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 de eerder deze week. Toen de wonnen we het 4-0. Nu dus deze eerste helft tegen PSV. Ik zei het al, er zit een knipfoutje in. Of knipfoutje, gewoon niet opgenomen. Dat is een stukje daarvan, daarvan, deze eerste helft. Maar dat zien we zo meteen wel zelf aangegeven. Dus het komt goed. Opstelling van PSV dus. Zelfde opstelling volgens mij als tegen de eerste keer kelder tegen hun moesten. En onze, en onze opstelling is wel veranderd uh, vergeleken met de, met, uh, de wedstrijd hiervoor. Hier zien we het. We in het doel. Geertaran weer terug. Bruma even terug. Sines weer Venovic terug. Ashraf hebben we. Tongsta. Martens hebben we. Demrovic in het plaats van Jurgensen. En Sinisterra staat er ook weer in. Dit zijn de elf van Feyenoord. Kortom, we gaan beginnen aan de wedstrijd. Let's go. We zijn aan het begonnen kwartier gespeeld. Zahavi. Yataren. Malen. Yataren. PSV is dreigender in de eerste helft. Zahavi. Senesi zit goed op druk. Senesi nu misschien gelijk de opbouw voor Feyenoord. Uh, Aschgaf. Aschgaf goede paas richting Sinisterra. Met een voorzet nu Sinisterra. Ja goed. Sinisterra. Demrovic. En die schiet er wel perfect binnen. Het is de 1-0 voor Feyenoord. En we staan voor. Ja. En nu is dus dat de tweede helft. Dus ja. Nu, bestaan, nu, nu beginnen we dus aan de tweede helft. Waar 2-0 staat. En trouwens twee keer Demovic met zijn doelpunt. In ieder geval is dat dus uh, de opnamefout. Dat stukje er niet in zat. Kan een keer gebeuren. Maar wel 2-0. Dus door twee keer Demrovic. En uh, Demirovic, ja, dan zeg ik het wel goed. En dan gaan we dus kijken wat de rest van deze wedstrijd gaat opbrengen. Die gaan we dus zelf zo simulerend toekijken hoe het verder loopt. Ik neem het trouwens op om 5 uh, uur op een zondag. Dat betekent dat, vaar, voor mij nou vaar, nee, dat het Nederlands 11 al moet spelen. De opstelling is al bekend. Ik ga zo meteen de video online gooien. Die hebben jullie al lang gezien. Als het goed is, ook de wedstrijd naaflevering al gisteren. Mochten jullie die gisteren niet gezien hebben, dan komt die vandaag. Maar voor mij is die gisteren wel geweest. Ik nog, weet ik nog niet. Ik weet nog niet uh, of, ik, ja, of, ik, of, ik doe, of ik doe het maandag, dus vandaag. Als ik thuis kom van mijn werk. Of ik, doe het, of ik heb het zondag al gedaan. Moet kijken, kwart tijd en zo. Of ik nog wat te doen heb. Wat anders, privé dingetjes. Dus uh, dat komt wel goed. Er komt wel sowieso een Westpraat na aflevering. Zoals jullie altijd van mij gewend zijn na een Westraat Dat Nu ook dus om dit EK met het Nederlands al de Westpraat na afleveringen. En deze, deze wedstrijd zit er bijna op bij een 2-0 voorsprong voor Feyenoord. En het lijkt tot nu toe gewoon de overwinning te zijn voor Feyenoord. En door te kunnen gaan in de beker. Waar we nog rond op PSV. Die op jacht eigenlijk wil gaan naar een 1-2. Nog gevaarlijk te maken. En dat lukt ze ook. Het is, nee, dat lukt ze niet. Oké, okay, gelukkig. Ik dacht dat hij erin ging. Hoek zo voor PSV. De bal blijft nog steeds voor PSV. De laatste vijf minuten wordt het dan al spannend gemaakt door uh, Feyenoord. En ja, want het is de 1-2. Het is Gutsen met zijn doelpunt. En dan wordt het nog heel spannend gemaakt. Hoop dat het ton op 2-1 blijft. En dat we de bal niet gaan kwijtraken. Dat zou nog wel een domper zijn. En deze wedstrijd eindigen 2-1. We hebben gewonnen. Kijk. Dat is een goed gevoel. En toch dus een uh, ja, door in de beker. En Europa League. En de competitie gaat er wel redelijk. En daar gaan we dus de volgende aflevering weer mee beginnen. Want hebben we hebben de wedstrijd tegen in de Eredivisie. We spelen dan even kijken uit of thuis. We spelen in de Kuipen. Dus dat moet goed gaan. Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Ik ga je bedanken voor het kijken naar deze video. Doe ik een duimpje gedaan. En zeg ik tijd. En zoals nu. Later.